wereldhavendagen zijn zojuist geopend. Onder de Koninklijke Marine zouden de wereldhavendagen in Rotterdam wat mager zijn. Dus we zijn altijd heel blij met de aanwezigheid van de Koninklijke Marine. Er zijn natuurlijk sterke banden. Het is hier 100% maritiem de haven. De marine, een van de taken is toch het beschermen van de maritieme handelsroutes. En dat in combinatie met China, nou dat is toch een prachtige combinatie met deze wereldhavendagen. En de marine en Rotterdam uiteraard. Het is logisch dat de marine ook in Rotterdam is. Wij zijn een grote speler in de maritieme cluster. De Wereldhavendagen zijn voor de 34e keer georganiseerd dit jaar en wij zijn elke editie aanwezig geweest. Voor de marine betekent dat de marine dit jaar ook weer groots uitgepakt heeft. Tevens hebben wij een heuse marinierscompound op de parkade gebouwd. Buiten het marineterrein zelf zullen er ook demo's gegeven worden. We hebben zelfs een heuse skiff uit Somalië meegenomen, welke een piraterijdemo verzorgt. Daarbij wordt de sleepboot geënterd en wordt naar de hand laten de mariniers zien hoe dit weer van piraten ontdaan wordt. En zodoende zijn wij hier uitstekend vertegenwoordigd, denk ik.